RGD Polykliniek Zandrij die heeft er vandaag nieuwe sanitaire voorzieningen gehad. En dat dankzij Kiwanis Club onder presidentschap van mevrouw Schenkers Gokul. Het is heel hard nodig geweest, want de poli waar heel veel patiënten van heinde en verre komen, die beschikte slechts over één toilet waar zowel het personeel, RGD-personeel, gebruik van moest maken, als ook de patiënten. Vandaar dat Kiwanis dan heeft ingespeeld op het verzoek dat toen binnen is gekomen en heeft er toen sanitaire voorzieningen gecreëerd, sanitaire voorzieningen laten bouwen voor de poli. En ook wat er vandaag is gebeurd, en dat vertelt dokter Pamela Venlo in het interview met TBN Prime Alert, zijn er 2 zuurstofflessen gedoneerd aan RGD Zandrij. Hoe lang ze moeten wachten om het ene toilet te moeten gebruiken. Vanaf vandaag kunnen ze gebruik maken van dit buitentoilet. We hebben ook een opbergruimte. Behalve dat we genoeg spullen krijgen van RGD hoofdkantoor, krijgen we ook donaties. En zoals ik eerder heb aangehaald, hij is een kleine poli. We hebben zo weinig plek. We moeten altijd ruimte creëren. Hoeft eigenlijk niet meer. We hebben echt last van ons schouder vanaf vandaag. We kunnen onze spullen mooi opbergen. Er was ruimte. Waarom is hij zo belangrijk? In het verleden hebben we kinderen gehad met hoge koorts, koortstuipen. Een baby kan wel makkelijk passen in een bekken, een tail. Maar een kind van 3 jaar, 6 jaar, dat kind is te groot. Dat kind moest voorheen gebruik maken van onze buitenkraan. Dat is vervelend. Dat is niet zo prettig voor de ouder. Ook niet voor ons. Ja, met de wasruimte kan het kind beter baden. Maar het is van 15 tot 30 minuten. U gaat uw kind niet onder een kraan willen zien een kwartier of 30 minuten. Hoeft niet meer. Dankzij de Kiwanis Club. Ja? Daarom wil ik namens RGD Zandrij, Galiel RGD, de gemeenschap, Kiwanis Club van harte bedanken. Jullie hebben echt vele harten geraakt vandaag. Hartelijk dank. Kiwanis is een internationale organisatie. Ons doel is eigenlijk kinderen en die staan bij ons op de eerste plaats. Ons motto is serving the children of the world. Deze poli is natuurlijk voor volwassenen, voor kinderen. Maar verder heeft het ook nog een ander doel. Het is namelijk een consultatiebureau. En voor ons is dat ook zeer belangrijk binnen de Kiwanis. Ik en mijn familie, we wonen niet in de buurt, we zijn ook van het Pad van Wanica, zijn ook jaren verbonden aan deze poli. Zoals dokter Venlo het net zei, dokter Gaudisingh heeft mij toen al jaren geleden als Kiwanis gevraagd een toilet hier te bouwen voor de patiënten. Want de Kiwanis heeft in al die jaren heel wat gedoneerd aan deze poli. Nou, hij heeft ook contact opgenomen met de RGD, de toenmalige directie. Het is toen geweigerd. Hij zei, oh, we kunnen dan niet verder. We vonden het heel jammer, omdat hij elke dag, zoals dokter Venlo zei, elke dag hier 6 uur 's morgens kwam om speciaal de deuren open te doen, dat de mensen naar de toiletten konden gaan. Ja, ik heb toen gesproken, ik werd toen gevraagd door een van de verpleegsters, dat is zuster Germaine Biswane, die zie ik niet. Die kwam naar me toe tijdens een van mijn bezoeken hier op de poli. En vroeg ik, wil u weer wat vragen? Jaren geleden heeft dokter Gaudisingh u gevraagd om hier een toilet te bouwen. Kunnen we dat nu weer vragen? Ik zeg, oké, maar zoeken jullie eerst toestemming bij RGD, want vorige keer is het afgewezen. Oké. Nagesproken te hebben, mevrouw dokter Venlo is bezig geweest. Ik denk met mevrouw Mangal onder andere en de andere. En uiteindelijk is er positief gereageerd en konden we beginnen. Maar nu is het COVID-tijd. Sponsoren, heel dun. Want ook zij hebben het moeilijk. Uiteindelijk hebben we een sponsor gevonden. Die heeft besloten om dit heel project te financieren. Op eigen kosten. Nou, dat vonden we natuurlijk geweldig. En we zeggen geen nee.
Want het is ook voor de gemeenschap. En ook terugdenken aan dokter Gauri Singh, die altijd klaar stond voor zijn patiënt en zijn medemens, vonden wij dat een prachtig idee. In elk geval, de sponsor die wil anoniem blijven en daar hebben we ook respect voor. We zijn hem allemaal heel erg dankbaar en we bedanken hem hiervoor en dat God hem genadig mag zijn met alles wat hij verder onderneemt. We leggen natuurlijk voor, we beginnen alles in de handen van God. En hij brengt ook de oplossingen als je het brengt aan zijn voeten. Belangrijk verder, wil ik wel mededelen, dat dit klein gebouwtje hier heeft gekost SRD 48.000. Ja. Wees er zuinig op. Gebruik het zoals je thuis je toilet zou willen gebruiken. En ga er netjes mee om, zoals je eigen spullen graag zelf zou willen zien. Ja? Hier staat een toilet, een badkamer, dat de dokter heeft al verteld als de kinderen hoogkoorts hebben, en een berghof. Namens de Kiwanis Club Paramaribo Centrum bieden wij dit aan de gemeenschap van Sanderij, Kabenda Dorp Mata, Biki Saro, Biki Poika en Bersaba en Republiek. Ik ben Lydia Verwin, lid van de Kiwanis Club. Ik wil namens de club een dankwoord richten aan de donateur en mevrouw Schenkers. De donateur, we weten wie die is jarenlang al een goede vriend van de club. En zodra we een project hebben of activiteiten, de aarzelt hij nooit. Hij steunt altijd de club. We kunnen altijd rekenen op zijn ondersteuning. Dus vandaar dat we hem heel hartelijk willen bedanken dat hij dit prachtig werk voor ons heeft gedaan. Pamela Venlo, arts bij RGD Sanderij. Wat betekent deze geste van de Kiwanis aan de poli? Ja, dit is echt, wij ervaren het echt als iets geweldigs. Meer dan dat zelf, er schieten woorden mij tekort om het te uiten, mijn dak te uiten. Deze poli is in 2007 opgericht en tot gisteren, moet ik zeggen, hadden we maar één toilet. Eén toilet en het toilet is binnen hiernaast. Dit toilet werd gebruikt door het personeel en patiënten. Snapt u? En we krijgen patiënten van heinde en verre. We hebben niet alleen patiënten van Witsanti en Hollandsekamp. We hebben patiënten zelfs van Kabenda Dorp, van Mata, van Pikinsaron, Bigi Poika. Dat is heel ver. Van de Republiek, van Patfawanika, zelfs van Komowena hadden we. Eén patiënt van Komowena en die heeft zich vorige week afgeschreven. En als u tot gisteren rond 6 uur bij de poli zou zijn, in de ochtend, zou u zeker 2 patiënten hier aantreffen. Patiënten komen heel vroeg en als de ene een zwakke blaas heeft, dan moet hij gewoon tot 7 uur 's morgens wachten om gebruik te maken van het ene toilet. Maar dankzij de donatie hoeven ze hun niet meer druk te maken. Ze kunnen gewoon gebruik maken van ons buitentoilet. Behalve het buitentoilet heeft de Kiwanis Club ook een opbergruimte opgezet en een wasruimte. De wasruimte is vooral belangrijk, vooral voor de kinderen met koortsuipen of koorts. Dat kind dat een kwartier of half uur gebaad moet worden, dan kunnen dat kind lekker gewoon in de wasruimte baden. Hoe deden jullie dat voorheen? Voorheen, oké, bij baby's is het anders, want we hebben een bekken. En de baby kan gewoon makkelijk passen in het bekken. Maar ik heb van 3 jaar, 6 jaar, dat kind gaat helemaal niet kunnen passen. Wij gebruikten dan de buitenkraan, zodat het kind gewoon daar kon baden, voor een kwartier tenminste. En het is zo prettig voor de ouder, natuurlijk ook niet van mij. Het is vervelend om de ouder te zeggen, wel luister, we gaan dat kind hier baden. Hoeft vandaag niet meer. We krijgen ook genoeg donaties. Behalve dat RGD hoofdkantoor de nodige spullen stuurt voor ons, krijgen we ook donaties. En we moeten al deze spullen ergens opbergen. Het is een heel kleine poli en we moeten vaak ruimte creëren. Dus ik ben Kiwanis Club echt dankbaar. Ze hebben echt vele harten geraakt vandaag. Ja, ik wil gelijk gebruik maken van de gelegenheid. Vanmorgen hebben we 2
zuurstofcilinders gaat van de heer Mijn, van mijn transport. Deze heer heeft de situatie, is geconfronteerd geraakt met de situatie waarin we zitten, de COVID-situatie. Het is meestal zo dat wanneer we patiënten moeten helpen, dat onze zuurstof opraapt. Snapt u? En daarom heeft hij 2 cilinders, niet 1, niet een kleine, hij heeft 2 grote cilinders gedoneerd. En ik wil hem van harte bedanken. Ja? Welke COVID-zorg wordt er hier geboden? Hier de COVID-zorg dat hier wordt geboden is, we doen swappen, het is dagelijks. Omdat we maar 2 verpleegkundigen hebben, het personeel is heel klein. Omdat we 2 verpleegkundigen hebben, dat doen we vanaf 12 uur. Maar natuurlijk, als we cytogevallen hebben, dan kan het wel eerder. Dus dat is tot nu toe. Vaccinatie doen we nog niet. Zal wel, ik geloof wel in de toekomst. Dat zullen we wel. Ja, tot nu toe hebben we vaccinatie gedaan bij SLM. En dokter, u zei er al, patiënten komen van heinde en verre hier. Gemiddeld hoeveel patiënten per week? Voorheen hadden we, want ik ben intussen ongeveer 2 jaar hier gestationeerd. En in het begin had ik dan zeg maar tussen 50 en 60 soms meer patiënten. Maar nu met de COVID-situatie is het dan gedropt naar 30. Soms als het druk is, is het dan 40. Het poliebestand bestaat uit 5662. Ja. Ja. En wat staat er verder op je verlanglijstje? Wel, voorlopig ben ik voor onbepaalde tijd hier. Ja, dat is hem. Ik ben voor onbepaalde tijd hier. Ik ben er voor de gemeenschap. Zijn er nog zaken die u graag zou willen voor de poli? Wel. Wat dringend nog hier moet? Wat dringend hier moet. Als er ruimte gecreëerd kan worden voor een extra arts, dan zou ik het wel op prijs stellen. Ja, want ik ben voorlopig de enige arts hier. Eenmaal 24 uur beschikbaar. Alleen in het weekend wanneer ik vrij ben, dan kan ik even naar de stad gaan. Maar ik ben wel eenmaal 24 uur beschikbaar. Jawel. Het is toch vrij zwaar voor u? Wel, ik ben het eigenlijk al gewend. Want tijdens mijn studie was dit eigenlijk mijn leven. Ik was nauwelijks in mijn kamer. Ik was meestal of in het hospitaal of in het veld.